Kaukleum. Misschien kent u hem wel. Hij heeft het koud terwijl de verwarming staat te loeien. Zojuist heeft hij echter een briljante ingeving gehad. Hij maakt online een afspraak met isolatie in huis. Die komen vrijblijvend de situatie opnemen. Met hun geavanceerde apparatuur inspecteren ze de zolder, de kruipruimte en de spouwmuur. Er is alle ruimte om mee te kijken en vragen te stellen. Na goedkeuring van de offerte beginnen de isolatiewerkzaamheden. In de voegen tussen de bakstenen worden kleine gaten geboord. De buitenmuur wordt geïsoleerd door de spouw te vullen met isolerende parels. De parels hebben een hogere isolatiewaarde. Daardoor blijft warmte binnen en wordt de overdracht van geluid gereduceerd. De hele spouw wordt stapsgewijs van onder tot boven gevuld, zodat kou geen kans meer heeft. Op zolder wordt PIF-isolatiemateriaal geplaatst. PIF houdt door middel van stilstaande airpockets en reflecterende lagen de overdracht van warmte en geluid tegen. Het hele dak wordt bedekt en vervolgens luchtdicht afgewerkt, zodat er geen warmte meer kan ontsnappen. In de kruipruimte wordt damdichte bodemfolie geplaatst om vocht te weren. Daarna wordt er wederom gebruik gemaakt van PIF om de vloer te isoleren. Afhankelijk van de situatie onder de vloer worden alternatieve isolatiematerialen en bevestigingsmethoden ingezet voor een optimaal resultaat. Als de klus geklaard is, verstrekt Isolatie in Huis alle benodigde documentatie voor de subsidieaanvraag. Zo zit Kaukleum er dankzij Isolatie in Huis weer warmpjes bij.